Geen Jean-Claude Van Damme en ook geen Dwayne Johnson. Let's get old school. Nee, het is onze eigen Rico Verhoeven die vanaf nu van het bioscoopscherm spat. Ja, kijk, ik had het natuurlijk al een aantal keer gezien, maar dit was de eerste keer dat ik het zag met zoveel mensen erbij. Vrienden, familie, bekenden. Ja, wauw. Het was echt bizar. En zoveel, ja, ik had gewoon echt kippenvel van alle positieve en leuke reacties van iedereen. Zo ook van de mensen die de film al in de bioscoop zagen. Verrassend leuk eigenlijk wel. Ik vond dat het wel een beetje veel clichés had, maar verder was hij wel leuk. Ik ging die film in en ik denk, ja, die Rico Verhoeven, hele goede kickbokser. Ja, die kan echt geen houtje touwtje van acteren. Maar dat viel echt best mee. Ik vond het best goed. Ja, ik ben van origine natuurlijk geen acteur. En je moet ergens beginnen. Nou, het is niet zomaar een begin. Dit is gewoon een hoofdrol, ja, in een internationale film. Dus dat is, ja, op een heel ander level. Natuurlijk zie ik dingen dat ik, oh, weet je wel, daar kan ik in verbeteren. Of ik luister ook graag naar alle pro's die zeggen van, hey, dit heb je echt goed gedaan. En je hebt veel verschillende kleuren laten zien van je karakter, zoals ze dat dan zeggen. Ja, dat is natuurlijk leuk om te horen. En mocht het met de filmcarrière toch niet zo lukken, dan heeft Rico nog wel een plan B klaar liggen. Ik ben ook flink aan het ondernemen in de verschillende branches. Dus ja, dat ook. Maar nou, eerlijk, kan niet, lukt niet, bestaat niet eigenlijk in mijn woordenboek. Dus dit gaat 100% lukken.